over jouzelf. Want volgens mij heb je een rottijd gehad in Waalwijk. En ben je ontzettend blij dat je hier nu in Os bent. Ja, goed omschreven inderdaad. Eerste halfseizoen ging het eigenlijk best wel aardig. De trainer haalde me en eigenlijk met heel veel verwachtingen die kant op gegaan. En daar viel eigenlijk heel erg tegen. Eigenlijk vanaf de eerste wedstrijd al kwam in een systeem te spelen wat niet helemaal geschikt was voor mij. Dat kan natuurlijk. Dus op een gegeven moment zag je dan ook wel aankomen dat ik de tweede seizoen zelf minder ging spelen. Maar tussen minder spelen en de manier waarop ik nou ben behandeld, daar zit wel een heel groot verschil. En dat is. Ik heb weinig goede woorden daarover over, zal ik maar zeggen. Ik las ergens dat je op de bank belandde of in de tweede belandde en dat je meer met de selectie mee mocht trainen. Ja, precies. En dat is op zich nog niet eens zo'n probleem. Kijk, als je gewoon als mannen tegen elkaar zegt van Roel, we hebben misschien een niet zo goede gok gedaan met jou toen op dat moment. Je krijgt 6 of 7 of 8 weken de tijd om een nieuwe club te vinden. Dan geef ik hem een hand en zeg ik, trainer, ga ik doen. En dan sluit ik anders aan bij het tweede. Maar nou eigenlijk niks verteld. Ik begin het nieuwe seizoen eigenlijk weer vol goede moed. Ik ben 5, 6 weken bezig. En dan krijg je dat opeens te horen zonder pardon en zonder eigenlijk echt een reden van je zit niet meer bij de selectie en je kunt je maandag melden bij het tweede. Niet meer in de kleedkamer, helemaal apart van de groep. En dan heb je nog 2 weken om een andere club te vinden. En dat verdient zeker niet de schoonheidsprijs. Nee. Jij was heel blij dat het telefoontje kwam uit Os. Dat je, het was echt de laatste dag geloof ik, hè, van de transfermarkt. Het was zelfs de allerlaatste wat ik las. Dus, klopt ja. Ja, dus wat ik al zei, heel erg blij. En, toch een goede herinnering aan Os. Dus alles bij elkaar was het perfect voor mij. Ja, van de hel in de hemel, wat noemen ze dat dan? Nou, de hel is wel een heel groot woord. En de hemel misschien ook nog wel een heel groot woord. Maar op voetbalgebied misschien wel inderdaad. Want bij RKC zat ik echt op een doodspoor. En was ik, als het zo door was gegaan, was ik echt doodongelukkig geworden. En nu ben ik gewoon met mijn plezier aan het trainen. Leuke groep. Heel veel positiviteit om de club heen. En ik hoop mijn steentje daaraan bij te dragen.